En Amelie zegt, ik verwacht die hier al. Je hebt een aanval van een draak overleefd. En daarna heb je de Tyrant weten te verslaan. Dit is geen daad van een bronzen temmer. Hey, vanaf nu hebben we de zilveren badge. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Nexomon. Maar eerst even het volgende. Als je hier kijkt, zie je dat hier allemaal leuke Nintendo spulletjes liggen. En die liggen daar niet zomaar. Aanstaande zaterdag vier ik namelijk op twitch.tv/Rickachu dat ik alweer 3 jaar stream. En je kan hele toffe dingen winnen. Je kan een Nintendo Switch Lite, de Pokémon editie winnen. Die is overal uitverkocht. Je kan een Nintendo Switch game naar keuze winnen. En ik geef 3 van die goodie bags weg waarin allemaal toffe Nintendo Switch items zitten. Dus kom kijken aanstaande zaterdag vanaf 10 uur. Twitch.tv/Rickachu. We kunnen nu rechts richting Draakeiland of links naar het laboratorium. En daar gaan we eerst even naartoe. Want ik hoop eigenlijk dat we allemaal goede dingen kunnen krijgen. Goede cores kunnen krijgen in het laboratoriumpie. En onderweg gaan we gewoon even elk huisje langs om te kijken of we iets kunnen meenemen. Grappen uit die huisjes. Kijk, hoppakee. 35 muntjes. Gewoon omdat we even hier in het huisje in de prullenbak kijken. Pompidompidom. Wat ligt hier trouwens? Een Nexotrappie. Lekker. Volgende huisje. Oh, die is dicht. We kunnen niet overal zomaar naar binnen. Mooi pleintje hier. Wat wil jij hebben? Ja, we kunnen hier allemaal shards inruilen voor dingen, maar... Ja, ik wil even eerst zelf kijken wat ik met die shards kan. Want ik denk dat dit het laboratorium is. Kijk, we moesten met haar praten namelijk. En hier kunnen we cores synthesizen. Oh, kijk, 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 kijk. We kunnen hier gewoon letterlijk cores maken. Bijvoorbeeld een destruction core. Dan is de attack plus 10%. Protection core, vitality core, immunity core, XP core. Super nice. En deze zorgt ervoor dat de andere Nexomon ook nog XP krijgen als er dus een andere Nexomon battelt. Dus ik ga denk ik even vol hiervoor. Ik kan hier 2 van maken. Kijk, super nice. Bombergrof, die had er nog geen eentje. Dus die krijgt er 1. En Moonet, die krijgt er ook eentje. Ja, het is wel heel nice om hier af en toe even langs te gaan om dus die cores even te maken. En dan gaan we nu richting Drakeneiland. Ik denk dat ik hier moet zijn. Ja, dit ziet er wel uit als een hangar. Kijk, ik denk dat we hier aan boord moeten gaan. Wow, hallo jongen. Doe eens rustig. Hij zegt, kijk uit jongen, jullie schavuiten. Amelie wil met hem praten, want hij is nou echt... hij is niet goed bezig, deze guy. Wie is deze guy? Ik dacht eerst dat het Ros was met een schedel. Oké. Gaat hij het schip kapen? Dit lijkt net een airship van Mario, jongen. Nou, nu is aan ons gevraagd of we even af willen rekenen met die gozer die nu op dit airship is. Oh, en we gaan gewoon rustig hier naartoe. Ik moet eerst een kaartje kopen. Dude, de politie vraagt aan mij, Rick, wil jij helpen? Ik zeg, is goed, ik ga helpen. En alsnog moet ik nog een kaartje kopen. Hé, ik had op zijn minst een gratis kaartje verwacht, jongen. Doei, ik ga weer weg, mazzel. Nou ja, ik zou wel moeten, hè. Kost me echt nog 200 muntjes. Ik vind het niet eerlijk. Ik had gewoon een VIP-ticket verwacht die ik gratis krijg van deze guy. Nou ja, dit is dan een meisje, maar oké. Nou, laten we maar gaan dan. Ik voel me echt belazerd. Oh, nice. Dikke vis zijn hier aan de gang. Lekker even viben, jongens. Zeggen ze toch tegenwoordig allemaal. We lekker viben met z'n allen. Nou, Coco die is gewoon instant verliefd op deze plek. Maar we hebben een taak, Coco. We moeten even dat jong gaan vinden. Hallo, zijn jullie lekker aan het saxofoneren en aan het zingen en aan het violeren? Nou, oké, ik ga wel weer van het podium af. Doei! Oké, let's go. Even kijken in deze hokjes. Oké, hier is die niet, maar hier is wel een kistie. Weer een nieuwe companion. Kunnen we ook in de kast kijken? Nee, er zit niks in de kast. Het is geen Narnia-verhaal, jongens. Dude, kom battelen dan. Hij lijkt echt op Ros, jongen. Hij zegt, de guild die wil de draken gewoon kwaad maken. Coco zegt, draken zijn dom. En hij zegt, nee, draken zijn niet dom. Draken doen alles met een betekenis. Jullie deden iets verschrikkelijks, maar niemand gelooft mij. Wat je ook verstopt, ik zal het aan de wereld laten zien. En nu zegt hij van, oké, jullie lijken me wel aardige mensen. Ik ga je die plek laten zien, oké. We krijgen zelfs een cadeautje, 50 muntjes. Ik weet niet waarom die in één keer nou zo chill is, maar... Oh, we krijgen nog een keer 50 muntjes. En Coco die zegt, ja, ik ben niet om te kopen, maar stop. Je bent alleen meer geld aan het verspillen. Nog een keer 50 muntjes. Oh. En Coco zegt, oké, je kan ons het gebouwtje laten zien. Nou, we in ieder geval onze ticket weer bijna terugverdiend. Nou, oké, dan gaan we weer naar buiten. Dan gaan we nu naar de Drakeneilanden. Super vet, jongens. Doe even een duimpje omhoog als je deze video's trouwens vet vindt. Dit ziet er alweer heel cool uit. Super roze en zo. Een beetje Animal Crossing in de lente vibes krijg ik hiervan. En vergeet sowieso ook niet te abonneren, hè. Als je iedere dag Nintendo video's wil zien. Let's go! Dan gaan we nu naar de Drakeneilanden. Nice. Ik ben heel benieuwd of we hier vette Nexomon kunnen vangen. Wat zijn hier voor Nexomonnetjes dan? Let's go. We hebben hier D'Challa. Oké, D'Challa is oké. Hij is trouwens ultra rare ook, D'Challa.
Ik zag niet per se aankomen dat deze ultra rare zou zijn. Maar oké, nice, nice. Fuck hem. Ik ben benieuwd dat het ook met een normale Nexotrap gewoon gaat. Of dat net zo makkelijk is als op de normale eilanden. Want ik bedoel, drakeneilanden voelen wel speciaal. Kijk, hij gaat al gelijk uit mijn Nexotrappie. Laat even weten of je vindt dat deze in mijn team moet. Hij is wel cool. Hij is ultra rare. Maar ja, ik heb Grifgar al. En ik vind Grifgar toch wel iets toffer als normale type. Dus ik ga hem nu even in de storage gooien. Oké, wat is hier nog meer? Stalky. Hij ziet er wel echt super leuk uit trouwens. Ik weet alleen niet of hij echt goed is. Hij lijkt me niet super goed of zo. Ik ga hem wel met een planten Nexotrap proberen te vangen. Let's go. Ik vind deze wel echt super leuk eigenlijk. Hij ziet er echt cool uit. Ik vind hem eigenlijk leuker eruit zien dan Marasuda. Hey, kom eens gewoon in mijn Nexotrap, man. Weet je wat? Ik gooi dan wel gewoon een normale hoor. Als je liever in een normale Nexotrap gaat, dan doen we dat toch? Geen probleem. Kom maar, kom maar. Nou, wat is er met deze, joh? De derde poging dan? Nee, hij wil niet! Hij komt gewoon niet! Kom op, jongen. Dit kost me echt veel te veel geld. Kijk, lekker. Ah, ik vind deze echt wel leuk eruit zien, maar... ja, laat ik toch maar gewoon mijn Marasuda in mijn team houden. Ik vind Marasuda niet per se heel erg goed, moet ik eerlijk toegeven, hoor. Ik ben er nog geen fan van. Yo, Baloompa. What up met Baloompa dan? Kom maar even dan, jij wannabe Drifloon. Het is gewoon een Drifloon, maar dan met kleur. En hoppakee, die is ook binnen hoor, jongens. Ik vind het geen leuke Nexomon, dit. Een hele worm. What up, gangsters? Ik ben die hele worm. Je weet zelf. Lekker hoor, de hele worm. Nou, ik heb ook even een hele worm gevangen. Maar ik moet zeggen, ik kom nog niet echt draken tegen hier op de drakeneilanden. Hallo allemaal. Hallo. Hey, hier is die guy die mij rond wil leiden. De stad die is helemaal in het noorden. En het laboratorium is daar in het midden. Als we geluk hebben, dan zijn er geen wachters die de ingang bewaken. Oké. En dat is de Tyrant van Lydia. Oh, nou, nice dit. Mooi verhaal. We moeten gaan battelen tegen deze... Wat ben je eigenlijk aan het doen? Is dit een muziekman? Dit is een muziekman. We moeten tegen Dalsey. What up, Dalsey? Oeh, die doet mij wel pijn, moet ik zeggen. Wil je hem even bevriezen, deze Dalsey? Het lukt niet echt om hem te bevriezen. Daar baal ik van. Heb ik hem nu bevroren? Nee, nog steeds niet. Kan ik deze bevriezen? Deze super kikker? Waarom staat hij op één poot? Deze kikker is helemaal gek, jongen. Waarom sta je op één poot, vriend? Dat is een zeldzame kikker. Hoppakee. Tijd voor een switch. Vuur is namelijk ook super effectief tegen wind. Ja, alleen niet echt tegen steen. Daar heb ik dan weer water voor nodig. Oké, gaan we steen tegen steen doen dan? Ik ga even sandstorm doen. Ik wil hem even confusen. Let's go. Confuse ik hem? Ik confuse hem niet. Confuse ik hem nu? Nu wel. Maar hij raakt me alsnog. Oké, Grifgar, jij bent nu. Kijk, nu confused hij zichzelf. Nice, dan slaat hij zichzelf. Top. Oké, let's go, Palm Fury. Pak hem, Grifgar. Ah, deze guy is zo sterk. Blistrong. Hoppakee. Lekker, hij is kapot. Wow. Deze is sick, jongen. Wat is dit voor een super sick Nexomon? Hij is ook mega zeldzaam, blijkbaar. Oké, Marasuda, nu mag je gaan laten zien wat je waard bent. Bullet Seed. Hij doet mij zoveel pijn. Doe maar even een super potion dan. Oh gosh. Wat gaat deze Dalsey nou weer doen? Helemaal niks. Of toch wel? Hij is in ieder geval kapot. Lekker. Die Nexomonnetjes hier zijn wel sterk hoor. Let's go. Deze overleeft het ook. Auw, maak hem kapot. Lekker. Die is ook weg. Nu alleen nog even afrekenen met deze super sicke hair trick. Nee, we missen allebei. Nee. Oké, nice. Ik raak. Hij mist weer. Lekker. Als het goed is, is nu klaar. Raak hem. Ja. Lekker gedaan, Marasuma. Ik moet zeggen, nu ben ik wel trots op je. Eerlijk is eerlijk. Moet ik ook toegeven. En hij gaat ook een level omhoog naar 22. Grifgar gaat naar 19. Wat een zware bevalling weer, joh. Zo, even terug om te healen. 1 battle en mijn halve team is gelijk kapot, hè. Het is echt wel een moeilijk spelletje, hoor, Nexomon. Oké, we gaan naar boven. We moeten dus helemaal naar het noorden. Hey, Lydia. Ja hoor, we hebben er gevonden. Hallo vrienden, welkom op de Drakeneilanden. En je wordt achtervolgd. Iemand volgt je. Wie volgt mij? Wij zijn het zwaard van de koning van monsters. Wij zijn de legacy van de oude Nexolord. Ik ben Fona, de koning van het vuur. Nee joh. Daar hebben we altijd gebatteld tegen Fona. Die moesten we battelen voordat we tegen Jin gingen. Daar hebben we de kracht van het vuur gekregen voor ons ei. En dit is Arqua, Mistress of the Sea. En dit is Luxa, de koning van de donder. En wat? Ventra, Lady of the Tempest. Wat? Oh my gosh, ze zijn hier allemaal. Grunda, Juggernaut van de aarde. Oké, dan. Wat gaan we doen? En samen zijn zij... Nou, vertel het eens. De Nexolords.
Oké. Lydia zegt, ja, dit zijn gewoon stomme mannetjes die een dood monster Omicron nog steeds vereren. Terwijl deze guys zeggen, ja, één dag zal Omicron terugkomen. En ze willen mijn Tyrant Egg hebben. En Lydia zegt, huh? Tyrant Egg? Rickert, je heeft een Tyrant Egg? Ik heb inderdaad een Tyrant Egg, Lydia. Nee, blijf van mijn Tyrant Egg af, jongen. Florozard. Nou, toevallig heb ik net mijn vuurnexomon hier neergezet. Ik ga eerst even een barrier doen, zodat ik mezelf wat extra bescherm. En nu ga ik vol Fireclaw, jongens. Let's go! Oh, ik mis hem. Nou, dat is een goed begin. Dat is een goed begin, Bomber Groffy. Florozard begint zichzelf te healen. Ah, ik mis weer. Waarom mis ik zoveel Bomber Groff? Kom op, man. Sloop hem. Oh, nu tegen een waternexo. Dat is een prooi voor Marasuma, toch? Toch, Marasuma? Jij kan dit, hè? Ze moeten geen grappen met jou maken, hè? Jij kan deze pakken, toch? 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 Of niet? Ja, lekker Marasuma. Oh, snap. Deze lijkt gewoon op Lugia. De cartoonversie van Lugia. Ik ga even Vinok inzetten. Kom op, Vinok. Oh my god, deze is sterk. Kunnen we hem bevriezen? Kom op, kom op, kom op. Ah, hij maakt me bijna kapot. Hij lijkt echt op Lugia. Hij is echt veel te sterk. Oké, we gaan gewoon vol in de aanval nu. Let's go, let's do this. Ah, ik ben wel sneller, toch? Ja, 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 ja. Oké, hij is kapot. Lekker. Hopelijk ben ik ook sneller dan deze. Nee! Ik ben niet sneller dan deze, maar ik heb hem wel kapot gemaakt. Oké, we moeten nu tegen Aogrof. Nee, ik ben kapot. Oké. Ik was vastgebonden blijkbaar. Ik kon niet weg. Let's go. Fire barrier. Sloop hem. Kom op, Bomber Groffy. Alles is nou op jou gericht. Nee, nog een waternexo. Serenympha? Dat is niet grappig. Ik ga Serenympha gewoon slaan. Let's go. Serenympha is demotivated. Lekker, lekker, nice. Oh, en ik ben tired. Ik kan ook niet meer echt aanvallen. Ik kan nog één aanval doen. Ugh. Tijd voor een switch, jongens. Ah, dan ga jij ook weer gelijk switchen. Wat flauw. Oké, ik heb net gezegd dat ik Marasuma misschien niet zo goed vind. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat Marasuma nu deze battle eigenlijk best wel lekker doet. Kijk dan, hoppa. Lekker. Lekker, lekker. Doei, Serenympha. Mazzel. Er is wel één ding dat ik hoop. Dat ik niet al die guys nu moet gaan uitschakelen zonder dat ik kan healen tussendoor. Want dan heb ik wel een probleem. Dat gaat mij nooit lukken. Hoppa! Doei doei! Ja, lekker jongen. Kijk al die XP'tjes. Bomberknof een leveltje omhoog. Moonette een leveltje omhoog. Marasuma. Griffcar ook. En ook Maskwa, die ik eigenlijk nog geen één keer heb gebruikt. Zo, hoppakee. Dat is één. Lydia zegt achteruit, Rickertje. Je hebt genoeg gedaan. Lydia gaat de rest wel even doen, denk ik. Lydia zegt, ik heb mijn Tyrant niet eens nodig, jongen. Ik heb Eudes niet echt nodig. Ik kan gewoon zo, hoppakee. Met mijn zwaard jullie smacken. Dan vliegen jullie alle kanten op, vriend. Hier, die fire dude, die ligt al lekker boven. Hey, Lydia is wel echt een badass, jongen. Die elektrische guy, die wilde wegrennen. Die krijgt ook een tik op zijn broek. Ja hoor. Ze krijgen er allemaal van langs. Hoppakee, janken, huilen. Nummertje 4, beam. En deze guy krijgt gewoon twee keer klappen. Hè. Die heeft net klappen van mij gekregen. Die krijgt nu gewoon nog een smack van Lydia. Hij wil dat ik hem help. Doei. Mazzel. Coco die zegt, heb je eigenlijk wel een Nexomon om mee te vechten? Want je doet alles zelf. Lydia zegt genoeg. Ik ga je mijn draken laten zien. Volg me naar het noorden. Dan kom je in mijn stad. En raak niet verdwaald. We gaan naar het noorden. We gaan draken opzoeken. De draken van Lydia. En iedereen waarschuwt ons voor die Tyrant Eye. Mensen zeggen echt, nee, je moet die Tyrant Eye niet gebruiken. Maar hey, laat me gewoon mijn Tyrant Eye gebruiken. Nou, we gaan naar het noorden. Maar dat gaan we in de volgende aflevering doen. Dus even kijken of we draken kunnen spotten, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickertune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende aflevering. Mazzel!